6 kinderen. Als de vluchtelingen Griekenland bereiken, proberen ze door te reizen naar Macedonië en zo verder naar Europa. Maar een aantal Balkanlanden laten alleen nog maar Syriërs, Irakezen en Afghanen door. Daardoor is er nu nog meer vraag naar valse Syrische paspoorten. En dat leidt dan weer tot nog strengere controles aan de grenzen. Deze familie haalt opgelucht adem. De grenspolitie van Macedonië laat hen binnen. Hun documenten zijn goed bevonden. De grenswachters controleren de identiteitsbewijzen nu strenger dan voorheen. The border police here is checking closely all the documents. And whenever they see fake documents, then these people are returned to Greece. Syriërs mogen in principe door, maar omdat er ook valse Syriërs tussen zitten, is de politie wantrouwiger geworden. Dat zorgt voor lange wachtrijen en maakt het nog lastiger voor iedereen. نحن الشعب السوري كنا عايشين برا الطرف الاوروبي تركيا بلبنان بقطر بغداد بالمناطق برات خارج الوطن السوري صار في ناس في تركيا بلبنان عم يزوروا يكتبوا حالهم انهم سوريين ويطلعوا على اسمنا نحن. De Syriërs wijzen met een beschuldigende vinger naar de mensensmokkelaars die voor de vluchtelingen valse papieren regelen. In Polen heeft na het Lagerhuis nu ook de Senaat ingestemd met een controversiële wet op het Grondwettelijk Hof. Volgens de oppositie verliest het Hof daardoor de mogelijkheid om wetten te beoordelen op hun grondwettelijkheid. En ook de Europese Commissie is bezorgd. Maar de Rechtse Recht en Rechtvaardigheid Partij zegt dat de wet nodig is om haar verkiezingsbelofte uit te kunnen voeren.